Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een leuke video voor jullie in petto. Een video die je misschien niet gewend bent van mij. Maar die wil ik toch graag delen met jullie. Aangezien ik ook dagelijks mijn huis reinig, laat ik ook vandaag aan jullie zien wat nou mijn favoriete reinigingsproducten zijn. Verzorgingsproducten voor zowel mijn gezicht als mijn handen. En die laat ik vandaag allemaal zien. Laten we maar gewoon eerst even beginnen bij mijn handen. Voor mijn handen heb ik twee dingen die ik echt heel erg fijn vind in gebruik. Dat is deze welbekende Lemony Platter. Dit is een nagelringcreme. En hij ziet er zo uit van binnen. Eigenlijk maar zo'n klein beetje nodig. En het enige wat je dan doet is hem zo gewoon op je nagelring smeren en een beetje omheen. En dan loogt het ook vanzelf op. Dat was ideaal. Het slijpt als ware in je nagels. In je huid. Je nagels en huid. Dat ze lekker zacht en soepel worden. Dus je hebt echt gewoon een must voor mij. En om mijn handen in te smeren gebruik ik graag deze handcreme van Rituals. En dit is Ginkgo Secret. Ja, die is zo lekker. Hij ruikt echt zo verrukkelijk. Ik heb ook echt klaar een beetje nodig. Ik heb deze ook in de roze variant. Alleen is de roze variant een soort van nachthandcreme. Dat is een wat dikkere creme en wat voelender. Dus als je echt hele droge handen hebt, is hier roze ideaal voor je. Gaan we over naar het haar. Dan moet het ook verzorgd worden. Ik gebruik niet heel veel zooi voor mijn haar, om eerlijk te zijn. Ik feun het, ik verzorg het gewoon goed. Ik spray mijn haar wel natuurlijk in als mijn haar feunen met een goedje waardoor mijn haar dus niet doodgaat en verbrandt. Wat best wel handig is, maar mijn haar kan ook wel eens hier aan de onderkant wat doder aanvoelen. Nou, dan gebruik ik deze keratine masker van L'Oreal. Dit is de Pro Keratine Refill. Dus ik kan jullie refillen. Je gebruikt dit masker gebruik je op handdoekdroog haar. Ja, ik gebruik het gewoon onder de douche. Ik zorg dat ik eventjes niet met mijn hoofd onder de douche sta. En dan doe ik dit in mijn puntjes gewoon. En dan laat ik dan misschien een half minuutje zitten. En dan spoel ik het uit. En dan lijkt mijn haar ook weer lekker fris. Wat je niet moet doen met zo'n masker als je vet haar hebt, is het in je punten. Op je hoofd uitdoen en zo laten intrekken. Want dan wordt dit volgende dag één grote vetzooi. Heb ik van geleerd. Ik gebruik nu alleen mijn puntjes. En dat is echt gewoon een top product. Je kan dit masker volgens mij alleen kopen bij de kapper. Weet ik niet 100% zeker. Ik heb er wel 17 of 18 euro voor betaald. Het is een hoop geld. Maar mijn haar is echt ontzettend opgeknapt. Dat was mijn haar ook weer. Gaan we over naar het lichaam. Ik vind het fijn om mijn lichaam in te smeren met een body milk of body butter of wat dan ook. En op dit moment is deze Moringa body milk is echt een groot favoriet van mij. Ik gebruik deze niet dagelijks. Ik ken dit weekend gebruik ik hem graag. Als ik naar mijn werk ga, douche ik om de dag 's ochtends. En dan heb ik hier geen geduld voor. Dus ja, ik moet het eigenlijk meer gaan gebruiken. Maar in het weekend gebruik ik het eigenlijk elke keer elke dag. Dan gaan we over naar het gezicht. Het gezicht moet ook natuurlijk verzorgd worden. Als ik mijn make-up s'avonds afhaal, gebruik ik altijd eerst oogpad. Van die pads om je oogmake-up mee af te halen. Vind ik fijn. Dan kan ik daarna verder gaan met een verzorgingsritueel. Ik wil ook nog wel eens met zo'n bijpakken. Een reinigingsdoekje alvast ergens eraf te halen. En dan kan ik daarna beginnen met echt goed reinigen. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind. En dat deed ik voorheen met product van Garnier. Nu gebruik ik daarvoor Hara. Als je mij een jaar geleden had gevraagd of ik Hara producten zou gebruiken. Ik had je kruid uitgelachen. Ik had gezegd nou nee. Ik moet mijn mening dus echt gaan bijstellen. Want geweldig. Echt, ik kan niet meer zonder. Ik heb mijn tweede producten al in huis gehaald. Deze zijn bijna op namelijk. Dit is namelijk de Hara Natural Skin Milk. En dit is de Hara Natural Hydro Milk. Deze kan je kopen bij een consulente die Hara producten verkoopt. Ik koop dit zelf via Rachelle. Die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel van Rachelle Kromdijk, haar YouTube kanaal en haar blog. Ik zal haar linkje even onder in de beschrijving plaatsen. Kan je even naar kijken, want ik heb een vette huid, dus onrustig is het wel eens geweest. Poriën zijn wat groter. En sinds ik dit gebruik is gewoon mijn huid zo erg opgeknapt. Ik heb bijna geen puistjes meer. Mijn huid is minder vet. Ik kan gewoon bijna de hele dag met mijn make-up rondlopen zonder bij te poedelen. Hoe bizar.
Dit is in ieder geval, ik begin ten eerste met Natural Skin Milk. Ik gebruik deze en dan haal ik mijn make-up eraf. Ik masseer deze skin milk eerst goed in met een watje of met mijn handen licht gedaan met een wat. Uiteraard was ik eerst mijn handen van tevoren voordat ik aan mijn gezicht begin. En zodat het lekker ingemasseerd is, haal ik het ook wel eens met een watje gewoon eraf daarna. Zodat het gewoon lekker fris en fruitig is. En voor extra hydratatie gebruik ik de Natural Hydro Tonic. Je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. Dat is nog het bizarst. Echt één klein pompje nodig. That's it. En dan haal ik de overige resten mee weg. En als ik daarna nog even met een watje overheen ga, merk ik gewoon dat mijn gezicht schoon is. Er komt er geen vuiligheid meer vanaf. Nadat ik al deze producten heb gebruikt, ga ik altijd verder met mijn favoriete dag- en nachtcreme. Die ken je dan waarschijnlijk wel. Dit is de Biodermal PCLE crème. Ik heb het al vaker gezegd in mijn video's. Dit is echt een crème als jij een onrustige huid hebt. Slechte huid, allemaal puistjes en onregelmatigheden. Koop dit dan alsjeblieft. Je hebt hier ook een kleinere tube van, dus ongeveer de helft. Die was 12 euro ongeveer. En deze grote, hier zit 100 ml in en kost wel 40 euro. Oké, het is wel in één keer een klap geld. Maar wat je ervoor terugkrijgt. Dit is een probleemoplossende en verzorgende crème voor de huid met speciale behoeften. Eigenlijk was ik nog eens vergeten. Ik gebruik altijd een scrub. Tenminste niet altijd. In 2-3 dagen gebruik ik een scrub. Dit is de Ocean Salt Scrub. Dit is de gezicht en body scrub van Lush. En deze gebruik ik al om de 2-3 keer in de week ongeveer. Ligt eraan hoe vaak. Want ik heb een vette huid. Het is daarom ook echt nodig om mijn huid regelmatig te scrubben. Dit is overigens wel mijn laatste scrub van Lush. De rest heb ik allemaal opgemaakt. Mocht ik dus niks nieuws gaan kopen, voordat ik al het oude had opgemaakt. Nou, het is dus bijna zover. En dan ga ik me lekker overnieuw inslaan. Dit was in ieder geval mijn video alweer. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om naar te kijken. Laat mij vooral weten wat jij van deze producten vindt. Gebruik je een van deze producten? Of wat zijn jouw favoriete verzorgingsproducten? Ik ben er erg benieuwd naar. Laat me het vooral even weten onder in de comments. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog voor de moeite.